Nou, nou, nou. Voor gratis en voor niks. Ik ga voor iets wat lekker zit. Taxi is bekend. Ach, dat zit hier goed. Welkom in deze nieuwe weekvlog. Nou, 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 nou. Nou, ik kom net lekker uit de douche. Ik ga weer goed beginnen met fruit, zodat dat als eerste eruit kan en niet gaat gisten en ik geen opgeblazen buik krijg. Gisteren merkte ik al verschil. Hoi vriendin. Mama. Ja. Hij been gebroken. Is die been gebroken? Och, jongens toch. En ik ga dadelijk met de kids lekker naar de speeltuin. Ja! En papa moet werken. Superleuke speeltuin, jongens. Voor gratis en voor niks. Ja, kom maar. Dit is het in Niederbosch in Duitsland. 10 minuutjes van Brunsum vandaan. En het is echt super chill. Lia is weer wakker. En Arjan heeft hard gewerkt aan zijn dakterras. De stenen liggen volgens mij bijna. Hij heeft meteen een nieuwe barbecue gekocht. En we zijn dus uitgenodigd om bij hem te gaan barbecuen. Arjan heeft 48 paprika's gekocht. Dus ik dacht, maak maar wat spiesjes. Nou, ik snij het brood en Lea die helpt mij om het op te dienen. Ik laat jullie even zien hoe het terras geworden is. Oh, Aria, die moet je hebben, jongen. Nee, kijk hier, man. Oh, hij komt echt super. Daar staat het. Kijk. Kom naar de voren. Ik heb blote voeten. Ja? Ja? Heb je ook stinken voeten? Ruik eens aan papa's voeten, Nick. Het is zaterdagochtend. We wilden eigenlijk naar een plaatselijke speeltuin. Maar toen dachten we, waarom? Let's go places. Dus we gaan nu waarschijnlijk naar Hasselt. Gewoon even kijken wat daar is. En daar is ook een Japanse tuin. Daar was Maarten vroeger geweest. Daar wilde hij nog eens met dat allemaal heen. Dus even iets zeggen over mijn outfit. Want ik had dus net een korte broek aan. Met daaronder een zwarte legging. En dat duwde zo op mijn buik. En dat zit dan nooit zo lekker. Ik krijg daar zelfs rugpijn van en zo. Dus ik zei, weet je wat? Ik ga voor iets wat lekker zit. In plaats van iets wat nog leuker zou kunnen zijn. Voorheen zou ik het echt anders hebben gedaan. Dan zou ik echt dat andere outfit hebben aangelaten. Omdat dat leuker uitziet. Maar nu ga ik dus voor iets wat lekker zit. Nou was het voor het eerst dat ik in een second-hand winkeltje iets gekocht heb. Een vestje en een blouse. Ik laat het jullie thuis even zien. De kids zitten hier klaar, want we gaan nu naar de Japanse tuin. Nick en Lea zijn dus lichtelijk nat geworden. Daar zo. Ze lopen even half nacht rond. Ja.
Een bonsai. Kijk hier. Mos. Dat is een Taxus baccata. En dat was het. Dat was hem. Taxus baccata. Uh-huh. En die zijn een bonsai vorm geknipt. Weet je wat zo leuk aan een taxus is? Hmm? Dat wordt in de geneeskunde gebruikt tegen kanker. Dus als je hier zo'n afknipt, ja, kan je doneren. En er worden medicijnen voor ontwikkeld tegen kanker. Echt waar? Chique, hè? Schoentjes hebben we in de auto laten liggen. Ze zijn heel goed voorbereid, hè? Dan zit je goed. Ik heb een functie op de stoel hebben ontdekt. Oh. Nicky, daar kom ik. Hey, het is zondagavond en ik ben restjes aan het opmaken. Want we hebben natuurlijk weer gasten hier gehad. En we wat eten meegehad naar opa en oma. En dat wat over is, dat ben ik de restjes van aan het maken. Althans, van die restjes ben ik nu maten aan het maken. Ovenfrietjes met falafels en een salade van alles en nog wat. We gaan lekker buiten eten. En bij deze sluit ik ook alvast de vlog af. Leuk dat je keek naar deze vlog en wellicht tot de volgende vlog. Doei doei! Oh ja, volgend weekend gaan we weer logeren. Vijf, zes, zeven. Wat? Doe jij na? Ja. Doe jij na? 1. Nee, ik doe dat. Oh, ja. 1. Nee, jij praat met de letters. 1. 2. 2, 3. 4. Ik kan nog kusjes rollen. Wauw. Eventjes. Ik wilde nog even laten zien wat ik heb gekocht. Dat hadden jullie nog te goed. Dit blouseje, lekker wijd. Voor 8 euro. En voor 10 euro dit vest. Ik hou van die kleine bloemetjes met roze en met blauw. En die was een tientje. Tot de volgende vlog. Doei!